even kijken wat voor planten kunnen we nog meer neerzetten. En hoe happy zijn ze met deze planten? Even jou selecteren. Nou, we moeten nog wel wat. Dit is pas 2%. Moeten we echt wel wat hebben. Ja, dit was Bengal plant, hè? Weet dat ding? Stond die? Bengal bamboe. Ja, we hebben de Bengaalse tijger. Bird's nest. Het is eigenlijk een beetje iets groter. En dan vul ik het daarna op met wat kleins. Ook van die lianes en zo. Lianen. Dingetjes. Echt wel mooie dingen maken. Nou, het gaat een beetje simpel nu. Te veel geld uitgeven. Hebben ze niet wat grotere bomen? Nog wel, natuurlijk. Oh, ze moeten ook nog wat te klimmen hebben. Wat zou ik dan eerst doen? Klimmen. We hebben dat ook gehad, hè? Dit is wel een boom die ik wil hebben. Denk ik, zet het er maar vast even neer. Nee, ik denk dat ik eerst... Want ze moeten klimmen hebben, deze toch, of niet? Nee, maar wel. Aan van wel, deze bengen. Haalt ze tegen. Er zijn hele nieuwe begonnen in de franchise mode. En ja, dit is eigenlijk... Ja, de tijd is nog... Het zijn 19 dagen pas vooruitgespoeld. Dus ik heb alleen nog maar gebouwd. In een hele nieuwe zoo. En nou, meestal als ik het ongeveer zo doe, zoals ik het nu heb, zo ongeveer... Een beetje verschillende vormen gedaan, dan heb ik winst. Dan laat ik me een beetje draaien, totdat ik een beetje geld heb en alles een beetje goed draait. En dan pas ga ik echt verder. Dus ja, ik doe meestal een begin. Een soort van pleintje. Een vrij groot plein geworden eigenlijk. En dan wat faciliteiten, de goedkoopste. Dat kan ik later nog aanpassen. Dus eten, drinken, wc en info en ballonnetjes. Ja, en hier alle de goedkoopste voor de staf. Ver weg van de bezoekers. Dat is, zelfs als de bezoekers hier lopen, daar hebben ze er geen last van. Ja. Ik hoef hier in principe helemaal geen hek meer te plaatsen. Hè? Dat doe ik nog wel voor versiering, zo'n half hekje, zo'n heel laag hekje. Maar ja, ik vind dat ziet wat mooier uit. Zo. Natuurlijk probeer ik het nog wat mooier te maken, dat randje hier. Dat is nu een beetje... Dus ja, daar hebben ze een goed zicht. Je moet wel uitkijken met sommige dieren. Deze dieren die zijn nog vrij zelfverzekerd, zeg maar. Dus die zijn niet zo heel bang van mensen. Maar sommige dieren, als je dan zoveel hele pad zo eromheen, ja, dan heb je eigenlijk wel dubbel glas nodig of heel veel beschutting. Die zijn gewoon te bang voor die mensen. Hè? Dan gaan ze daar weer, krijg je stress. Ik denk dat dat met deze tijgers wel mee zal vallen. Ze hebben ook heel veel bomen nodig en dat geeft ook weer beschutting. En wat ik ook gedaan heb zo, ik maak uiteindelijk natuurlijk wel nog een eigen mooie shelter. Maar wat je ziet, dit is ook allemaal uitgegraven. Dus de hele buitenste ring, eigenlijk wel een beetje, oeps, die camera gaat wel gek doen hè. Wat een beetje onder het pad zit, dat telt gewoon als shelter. Dus dat is, nou ja, natuurlijk ga ik ook een keer een echte mooie shelter zelf maken nog, maar... Nou, dat telt ook meteen. wat wil ik doen? Klimmen, hè? Ik ga, denk ik, niet zelf iets bouwen voor klimmen. Niet later wel. Ik ga eens kijken wat ze in de aanbieding hebben. Bengal Tigger. Dus ik ga een prefab neerzetten. Ik vind het wel leuk, hoor, zelf te bouwen. Ik ga nu van u een prefab, denk ik. Bengaalse tijger is hier ook een continent, of content, maar team. In ieder geval niet zo gek eigenlijk. Ik wil een beetje Azië aanhouden. Voor deze Afrika. East Asia. Helemaal niks. Oké. Nee, we hebben niks voor
Ah, ja, 10, oké, dan niet. Dan alleen, de Bengal Tiger. Nou, hier wel, hè. Nee, ook niet. Wel, Southeast, maar niks voor de Bengal Tiger, oké. Nee, doe maar een van deze dan. Eens kijken, wat hebben we? Dat is wel wat geld, hè. Maar valt mee, valt mee. Ook niet super groot. Maar dat kan je ook zelf bouwen, hè, natuurlijk. Maar dit ga ik nu een brief op doen, zeg maar. Die is ook niet slecht. Dat is ook niet zo duur. Zou ze zelfs een beetje shelter daaronder nog kunnen pakken. Dat staat ook in een shelter, hè. Waar ze onder kunnen liggen. Dat is op zich ook leuk. Beetje groot. En deze. Oh, die is ook wel weer groot. Moet dat nu wel. Gelukkig kijken met die dingen als je ze plaatst, dat ik ze niet hier zet bijvoorbeeld, hè. Want dan kunnen ze gewoon naar buiten klimmen. Kan ook. Ik kan ook zelf kan hem nog groter maken, maar ja, dit is dicht wel centraal. Ik denk dat deze niet veel groter wordt. Ik heb ook deze opzet gedaan, zodat ja, mijn staf ligt dan hier, zeg maar, nu. En misschien komen nog meer plekken met staf. Maar ja, zodat ik aan alle kanten kan ik dan dieren doen. En dan, ja, je kan de mensen een rondje laten lopen helemaal eromheen. Die kan alle kanten op, nog hier. Daar komt waarschijnlijk ook nog een pad wat helemaal naar die kant op gaat voor de bezoekers. En dan zal er de andere kant op. En ja, aan deze kant, hier waar nou het huisje is, zeg maar, dit, daar zal ook nog wel een habitat komen. En hier en hier. Dan is dit in het midden ervan. En ja, redelijk ver weg van de bezoekers. Deze afstand is al genoeg. Deze afstand tot het pad is al genoeg. Daar hebben ze geen last van. Dus kijk naar negatieve, wat was het? Negatieve impact op kasten. Zie je, dat haalt het pad niet. Natuurlijk ga ik het later allemaal nog ook mooi maken, hoor. Met mooie huisjes en misschien wel muren en wie ik wel. Wat ik ga doen? Die habitat en klimspullen, hè? Ja, welke zal ik erin doen? Niet zo heel veel uit, of niet te veel ruimte kost eigenlijk. Zal ik het eenvoudig houden en deze doen? Misschien wel. Denk wel, denk dat ik deze nu voor u doe. Een beetje draaien misschien. Zoet water in misschien. Te dicht aan de kant. Halen ze dat? Kunnen ze dat springen? Het is wel riskant, hè? Is wel riskant. Als ik een Bengaalse tijger was, zou ik het proberen. Op dit paaltje te gaan zitten en dan, dan de jump. Als ik spat, dat ik zou proberen. Berg, natuur, ja, kan ook nog, ja. Zo kan zoveel in deze game, hè. Dat het echt zo mooi maken als je wil. Dat kan allemaal nog, ja. Je kan ook de staf bijvoorbeeld onder de grond maken. Dat scheelt ook, hè. Want, of hoger, ja, je kan zelfs helemaal onder de grond. Maar je kan, de influence, zeg maar, de area, waar de mensen er last van hebben, dat is niet gewoon een rondje, dat is een sfeer, hè? Dus dat is een bol, dat is een bol. Dus als je ze hoog zet, dan ja, kan het pad dichterbij van de bezoekers. Of je zet ze laag, ja, kunnen ze ook dichterbij. Maar natuurlijk, je kan ook een berg maken en ja, dat soort dingen allemaal. Ik
kan zo maken als je wel. Ah, oké. Hallo. Leuk dat je er even bent. Gaat hij helemaal daar om te beginnen? Nee, doe maar wat verder van de kant. Denk me iets veiliger. Zo, let ik die meneer. Kijk wat ze nog meer willen hebben. We waren hier mee bezig, hè. Nog meer bomen nodig. Nature. Laat die grote boom daar staan. Ja, laat hem maar even staan van hem. Wel het helemaal wortels en dingen. Wat is dit voor boom eigenlijk? Deze bedoel ik. Fig 3. Is dat deze? Oh, deze zijn het, ja. Die zijn ook groot, geloof ik, hè? Die denk ik. Wat mooie bomen. Mooie boom, ja. Willows. Eens kijken. Hier echt neerzetten. Een beetje beschutting voor het publiek. Misschien de kleinere. Is het kleiner? Daal. Is het weer goed? Zit dicht op het water. Ja, doe maar eentje van deze. Het is best wel groot. Hoeveel procent zitten we eigenlijk? Ik zal wel wat geven die wel ook. 5% nog maar. Die hebben veel nodig. Die hebben veel nodig. Hebben jullie geen riet zo nodig bij het water? Dat vind ik altijd ook wel leuk. Dat zijn de pianen slingen. Niks wat op riet lijkt op het eerste gezicht. Bamboe. Palm 3. Ja, dat zijn ook wel leuke boompjes, geloof ik, die tamarind. Rind. Kijk, ja, dat zijn we, ja, die hebben ja, dat dingen in, die oranje dingetjes erin. Een beetje kleur. Er zijn er met die wat meer hebben. Ja, deze is groot. Deze, ja, deze heeft wat. Ja, doe er een paar van deze erbij. Een beetje kleur. Dat is wel leuk. Ik was zo een beetje rond het water. En daar wat. Die andere. Oh, dat is een hele grote. Kan. Veel later. Zit ook nog. Dat zijn de fiks, hè. Zit ook een fik. Dat is ook een fik. Ik had nog meer oranje, die is in, hè? Die is kleiner. Is ook al oranje? Niet zoveel, hè? Nee, doe maar wat van dat meer met dat oranje. Rij maar een stukje, dan maar een beetje bij elkaar. Je gaat er snappen, hè, vee? Handig. Vee. Misschien hoort dat officieel wel, maar hij heeft wel heel lange wortels. Die zie je anders ook weer niet. Natuurlijk wel de grond aanpassen, dat je net het bovenstukje van die wortel ziet. Nou, dat vind ik wel een beetje bij elkaar, maar een beetje kleur verdelen ook. Niet allemaal zo netjes langs, hè. Hier eentje neerzetten. Ja. Wordt het echt een mooi een rondje om de vijver, dat doe ik ook weer niet. Zien we die Limpinada, dat speelding nog, ja. Nou ja, deze kant is nog helemaal niks kleur. Nog even één. Zien twee bij elkaar. Sorry. Ga eens kijken. Beetje uitzoomen. Ja, niet te veel van dit. Nog weer een beetje te veel. Het is nu wel een beetje veel misschien. Even een diertje selecteren. Ik ben benieuwd wat ze met dat ding doen hier. Die duikboots.
Oh, ik heb al dingen gezegd. Ja, ze pas op 11%. Wow, die moet ik veel hebben. Laten we wat klein groot neerzetten dan. Ja, Afrika, dat klinkt wat mij betreft niet echt goed voor je. Ik ga kijken wat. Lotus, die groeien die niet op water. Toch wel, of niet? Die zitten toch altijd op water? Kijk, dat is sowieso. Maar... Ja. Een soort leliebladeren. Staat wel mooi. Een beetje aan de kant, een beetje midden. Hoe scherp is het? Te laag, toch? Raak ze, moet wel de grond raken, denk ik. Ik wel. De wortels, hè? Recht, zo, naar deze kant op. Het is wel de grond op te raken. Dus dat is dan lastig plaatsen, want dan wil je misschien onder water kijken of ze wel de grond raken en daarboven. Dat het wel iets beter is als die. Yo, even verplaatsen dan. Of ze dan of de wortels er rond raken. Oh ja, denk ik wel. Oké. Okay. Nog meer hebben. Ik kan er nog eentje van deze doen. Dat is niet straks. Zo'n kopje bij elkaar daar. Ja, als ik hem dan nog maar weer kan vinden. Hè? Voordat hij nog goed. Of hij iets geselecteerd was. Dat je eenmaal wegklikt. Dan heb je hem ook niet meer gecreëerd. Ja, Lotus, wat was het? Beursnest. Oh ja. Er zijn verschillende ook, hè. Die welke ik heb gepakt net, wat was dat? Zo, één. Die snap, even van nu. Ook toch? En oké, okay. Een hele grote erbij. Ik had twee kleintjes gepakt. Even een beetje alignen, ja. En align. Ook dieper. Dat is de question. Nog iets geloof ik. Even omhoog. Ik denk niet dat ze zo de grond raken. Zo hoog, zeg maar. Check, hè. Lastig zien, hè. Als je boven de grond en onder de grond tegelijk wil kijken. Die wil ook. Even kijken. Zo, denk ik ook oké. Nee, sommige raken wel de grond, sommige niet. Ik weet niet zeker of dat echt moet. Ja, dat is nog lang niet genoeg koffertje, hè, denk ik. Nu, nog steeds 12. Even kijken, wat hebben we nog meer? Large. Even. Ja. Nou, laat ik in ieder geval hier en daar wat van deze. Ja. Zo, misschien bij, weet je wat, Poepie, ja, je weet je ervoor, zo bij naast elkaar allemaal. Ja, eens kijken.
We hebben nog meer. Je hebt verschillende maten deze. Large. Okay, we hebben nog meer. Kastel. Mongrove 3. Coastal. Als je in ook koken spalm. Dat is wel helemaal leuk, hè? Koken snoetjes. Nee. Dat is wel. Kom. We hebben daar een mooi plekje voor. Misschien hier zo. Eens kijken. Dat is wel eens meer. Daar had je natuurlijk ook weer verschillende van, hè? Ja. Nu hebben ze. Kijk, van nog een kopje van kan maken. Iets leuks. Hoeveel hebben we nog? 4. Een kleinere. En een heel kleintje. Iets kleinere. En een heel kleintje. Zo vlak in elkaar, zo'n trosje bomen. Misschien wel een beetje dezelfde kant op staan. Hè? Ze zoeken de zon op. De ene die kromt mooi naar de zon toe. Zoals de zon op dit moment is. Daar moet ik erbij. Misschien even hier. Ziet eruit. Ziet er heel erg dicht bij elkaar. Dat wel. Maak even en die kleintje dan in de buurt. Vrij zo. Even op afstand een beetje kijken. Ik vind het niet zo heel erg als die een beetje in elkaar zitten. Ja, kan wel, denk ik. Als 14%. Ik weet niet hoeveel precies moet. Staat het erbij eigenlijk? Nee, nog wel een stukje. Nature. Ja, dan heeft hij niet meer geselecteerd. Ik hoop dat hij dat onthield. Okay. De kordaal plant ding was het waterpad. Misschien was je dat niet zien, hè? Dus dat er een kleine beschrijving bij was van, hey, dit is water. Misschien, als ik het kan. Het zou maar kunnen dat dit een waterplant is. Ja, doe eventjes vee dan. Even kijken, hoe ziet hij van de onderkant eruit? Hoe ziet dat er niet uit? Hoe zou maar kunnen dat dit een waterplant is, maar ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar het geeft wel een beetje kleur, hè? Laat ik dat zo bij zo'n boompje doen, misschien. En, dat is een 2 meter, 4 meter, maar dat is een heel recht stuk. Wat mooi voor versiering ook. Een large. Onder die bomen. Of hier iets meer in de zon. Wel, de zon draait wel natuurlijk. En dit is een hele smalle en een medium. Ja. Nog ergens doen misschien. Ik ben wel een beetje kleur dit. Hier is het nog een beetje kaal. Misschien bij deze bomen. Zo. Ik heb idee. Oh, niet op pad. Ergens hier bij gras, of bij die willow. Heel wat schade bij die willow. Nu, denk ik toch dit boompie. Wie hebben wat bij boompies? Ik weet niet. Ik heb het idee dat deze zaak deze bij een boompie moet zetten. En een large. Helemaal een large misschien. Ja, maak dat maar dicht, zo'n bosje. 14% nog maar. Nou. Wat hebben we nog meer? De apple tree. Ik weet niet of ik nog eigen een boompje wil op dit moment. Hier zou ik eventueel wel wat te kunnen, maar... Ja, eens kijken wat ze nog meer hebben. Allemaal apple trees, hè. Elephant ear plant lodge. Bovenop de klimtoestel. Ja, ze zijn hier op zich niet slecht. Maar even kijken wat ze hebben. Die bamboe. Oeh, dit zijn andere bamboe. Of niet? Dit is andere bamboe als dat we net hadden. Ja, dit is andere bamboe.
Okay. Dan hebben we die Diana dingetjes, ja, lipstick, palm 3. Oh ja, die dingen. Yep. Verren. Ja. Hier, wat zal ik neerzetten? Dat is ook net een die hele grote, hè? Hoor ik. Net gemist, inderdaad. Dit is wel groot. Nee, dat hoef ik nu niet. Heb ik die wel gemist? Deze net. Wat zal ik nog neerzetten? Die vat van die varen of zo. Dus de appeltree was dat, en dan hadden we deze. Of deze, ja, misschien. Vult niet echt, hè? Die is misschien meer aan het water. Doe eens een beetje van alles wat van deze. Zo, wat wil je doen? Nu, dat wil ik niet. Ik snap het maar. Verkeerde plek. Misschien een beetje hierachter. Zo, iets misschien. Dat is wel echt veel nodig, man, deze. Dat vind ik niet geen slechte struik, omdat ik hier wat meer mee ga doen, hier onder het water, zo. Hier een beetje omheen. Dit is ook zo, denk ik dan. Tussen de bamboe en de lotus in, misschien. Zo, die hebben we echt veel nodig, man. Daar heb je ook nog één. Struikgewas. Ja, die ook nog één dan. Nog van 15%, dat ziet niet op. Ja, die grote bomen, dat ziet wel op. Maar hoeveel ruimte heb ik er ook niet van. Op voor. En je vangt een bamboe. Ja, wat andere bamboe. Dit is wel een beetje vuld. Even een grote plaatje, even kijken. Dan plant ik maar wat en dan hebben we dadelijk ergens een heel leeg stuk. Ik kan natuurlijk de randjes in wat kale plekken, hè. Gewoon hier en daar wat bamboe zetten, zoals hier. Dan hebben we nog meer. Gewoon hier en daar, gaatjes een beetje op te vullen. Strip, nee. Wat wil ik nog doen? Ik wil lekker loerwoud. Ja, maar daar houden ze natuurlijk van, hè. Dat is wel mooi. Dat is daar een first person view, denk ik wel mooi om te zien. Nog steeds 15%, echt waar? Even een pas. 15%, moet je wel. Ik heb een heleboel verre neergezet en die boompjes hier allemaal neergezet. En nog steeds 15%. Dan liever iets wat... Ja, deze heb ik geen plaats meer voor. Wat meer tegelijk doet dan? Meer procenten. Op zijn minst 1%. Tegelijk. Kijk maar.